Goeiedag. De maand juli is al op de helft zo'n beetje. En de eerste helft van juli was best wel wat wisselvallig weer. Wat gaat die tweede helft van juli brengen? En we kijken ook direct naar het begin van augustus. Strak blauwe luchten. Ik denk dat dat weinig gaat voorkomen op basis van de kaarten die ik heb bekeken. Maar mooie wolkenluchten, dat kan natuurlijk wel. En er zijn nog genoeg zonnige uren in deze vakantiemaand. Laten we de weerkaarten er maar eens bij pakken. En dan beginnen we op maandag de 17e. Wat dan direct opvalt is een westcirculatie. We hebben een depressie bij Scandinavië. En de westelijke winden die waaien over Nederland. Zondag is dat ook goed te merken. Dan waait het fors. Hoge druk in het zuiden van Europa. Daar is het bijzonder warm. Met gemak in veel landen ruim boven de 40 graden. De komende periode. Maar bij ons toch wel wat wisselvalliger. Ik ga de animatie aanzetten. En dan zien we zelfs dat de stroming wat meer noordelijk kan gaan worden. Noordwestelijk. En dan komt er echt wel wat koelere lucht onze kant op. En dat zullen we ook zien in de temperatuurkaarten straks. Dat het wat minder warm wordt dan gebruikelijk voor deze tijd. Ook met die noordwestelijke stroming. Soms wat storingen die gaan passeren. Kortom, ook neerslag staat er in de verwachting de komende week. Ja, in het bovenluchtpatroon zien we ook wel heel duidelijk dat die westcirculatie goed verankerd is. Want normaal gesproken hebben we altijd al de lage druk ten noorden van ons in de bovenlucht en ook de hoge druk ten zuiden. Maar die blauwe en die oranje kleur die geven aan dat dat nog wat sterker is geactiveerd. Met andere woorden, er komt gewoon een forse weststroming op gang de komende week. En dat betekent dat we dus met dat wat wisselvallige weer te maken gaan krijgen. En dat niet alleen. De temperatuur die zal ook aan de lage kant zijn. Want normaal gesproken zitten we in deze tijd van het jaar zo tussen de 23 en 26 graden. En dat wordt moeilijk, want ik denk dat we toch vaak onder de 23 graden zullen zitten. Zeker in de noordelijke helft van het land. Het model geeft het ook wel aan voor de komende week dat we zo'n 1 tot 3 graden lager gaan uitkomen, gemiddeld genomen. En wat kunnen we dan zien in de tweede week? Nou, dat ook in die week, 24 juli, 31 juli, de blauwe kleuren overheersen in onze omgeving. Daar nog steeds wat lagere temperaturen dan gebruikelijk voor deze tijd van het jaar. In het zuiden is dat heel anders. Daar is het fors warmer. Daar blijft die hitte voorlopig aanwezig. Gaan we nog iets verder kijken, dan zien we wel dat geleidelijk aan in de luchtdrukafwijking de lage drukgebieden iets gaan afzwakken. We zien nog wel op 31 juli tot 7 augustus dat die lage druk aanwezig is boven het westen van Europa. Maar dat wordt zwakker en we gaan langzaam maar zeker toch meer naar een afwijking van hoge luchtdruk. Er lijkt zich weer een gordel van hoge luchtdruk te gaan ontwikkelen begin augustus vanaf de oceaan richting het oosten van Europa, waarbij de depressies dus noordelijker blijven. Dit overigens kan nog steeds wel een westcirculatie in stand houden, maar mogelijk dat die wat minder actief is, wat minder wisselvallig. Daar zijn wel wat signalen die daarop hinten. Ja, qua neerslag kunt u natuurlijk verwachten dat we de komende week een wat nattere week gaan beleven met die storingen die ons kunnen bereiken. En dat laat het model ook zien. In het zuiden van Europa of in het zuiden van Nederland is dat allemaal wel wat minder. Ik denk dat er toch echt wel een verschil is tussen Noord- en Zuid-Nederland komende week. Vooral in het noorden en westen is die buienactiviteit wat groter. Die neerslagafwijking die blijft ook in de periode 24 juli, 31 juli. Ja, dan hebben we ook nog steeds te maken toch wel met die lage drukinvloeden, dat wat wisselvallige weer. Dan moet u niet direct gaan denken dat alles verregent, want zo is het zeker niet. Maar er kunnen wel af en toe wat buien vallen. Er zijn zeker ook mooie zonnige uren. En we hebben bijvoorbeeld komende week ook de Vierdaagse in Nijmegen en omstreken. En die Vierdaagse, ja, eigenlijk is het uitstekend wandelweer, denk ik, met die temperaturen die zo rond de 22 graden zullen zijn. En misschien af en toe eens een uitschietertje richting 24, 25 graden. En dan kans op die enkele bui. Als we naar het patroon gaan kijken, dan zien we wel dat begin augustus er wat meer rood in deze grafiek komt. En dat betekent dat hoge drukinvloeden wat duidelijker kunnen gaan worden. Maar we zien ook wel dat andere opties ook mogelijk zijn. In ieder geval is er wel een duidelijk verschil. De komende 1 à 2 weken zien we nauwelijks hoge drukinvloeden. En dus echt stabiel weer. Dat zit er voorlopig niet in. Maar dat zagen we al op de diverse kaarten. Vanaf begin augustus dus mogelijk wel wat meer hoge drukinvloed. En daardoor zou de maand augustus op basis van deze kaarten er wat rustiger uit kunnen zien. En dat zou ook bijvoorbeeld kunnen betekenen dat het wat warmer gaat worden. Laten we het maar als volgt gaan samenvatten.
Wisselvallig weer, zeker de eerste twee weken is dat het geval. Zeker geen extreme hitte, ik zie dat niet gebeuren. En augustus stabieler, ik denk het wel op basis van deze uitvoer. Maar ja, we kijken natuurlijk wel heel ver vooruit. En dan kan volgende week zomaar weer anders zijn. Zo eerlijk moeten we wel zijn. Nog een fijne dag.